Million, 1-3 overwinning, goal en een assist. Hoe voel je je? Ja, goed. Ik denk sowieso naar weer een overwinning is het sowieso een heel fijn gevoel. En een goal en assist, dus ja, zeker blij. Ja, eindelijk een overwinning, eindelijk weer de 3 punten. Ja. Voelt het dan dat je eindelijk beloond wordt? Ja, sowieso. Ik denk, we hebben sowieso moeilijke wedstrijden achter de rug gehad, maar we zijn steeds beter geworden, denk ik, als team en als individu. En dan zie je dat we dat, zeg maar, als individu, zeg maar, nu in het team kunnen stoppen. En daarom denk ik dat we een hele goede wedstrijd ook hebben gespeeld nu en op naar de volgende. Ja, het is fijn dat je nu 3 keer tot scoren kan komen, want dat was de afgelopen wedstrijden soms wel het probleem, behalve tegen Twente dan. Heb jij het gevoel dat, dat het nu echt, dat je echt de progressie ziet? Ja, sowieso. Ik denk sowieso over de afgelopen wedstrijden zie je zeker progressie in het spel. Alleen de goals kwamen nog niet. En nu wil ik niet zeggen dat opeens dat we 100 goals gaan scoren, maar het gaat beter en we moeten het gewoon zo doortrekken. Voelde jij dat dit de beste wedstrijd tot nu toe was? Of? Ja, sowieso een van de beste wedstrijden. Ik kan niet zeggen of dit de beste wedstrijd is, maar met de overwinning en een 3-1. En ik denk dat je in de tweede helft gewoon zoveel controle hebt over de wedstrijd. En weet je komt naar de rust en je scoort gelijk die 3-1. Dat is belangrijk, want anders krijg je weer in de laatste 10 minuten dat het weer wat moeilijker wordt. En dus ik denk dat het wel een goede en daardoor ook makkelijkere wedstrijd werd. Ja, je zegt het zelf al, de controle, want ik had niet het gevoel dat we nog in de problemen zouden komen. Nee, ja, daarom het is het belangrijk als je 2-1 voor staat, weet je, voor rust, net voor rust. Dat is ook mooi, weet je, net voor rust. En dan moet je zorgen ook dat je die 3-1 maakt. En daarna, ja, dan heb je gewoon eigenlijk controle. En dan ja, is het ook moeilijk voor Heerenveen. Dus ja, ik denk een goede wedstrijd, ja.